We weten nu meer van dementie in coronatijd en met dit filmpje wil ik u graag eventjes wat meer laten zien. We hebben 3 adviezen voor u, maar nu eerst dementie. Dementie is een hersenziekte. Er zijn verschillende soorten dementie. Alzheimer is 1 daarvan. Mannen en vrouwen kunnen dementie krijgen. Niet iedereen hoeft dementie te krijgen. Meestal krijgt men dementie op oudere leeftijd. Dementie kan ervoor zorgen dat mensen zich anders gedragen. Ze voelen zich anders, worden sneller boos of juist stil. Mensen die altijd veel familie en vrienden bezoeken, kunnen dat door dementie niet meer willen. Soms willen ze urenlang op de bank zitten of juist heel druk gaan doen. Door de dementie ga je woorden vergeten. Je weet de namen van je kleinkinderen niet meer. Of je kunt niet meer op woorden komen die je normaal gesproken altijd bezigde. Je weet niet waar je je spullen neer hebt gelegd. Je weet de weg niet meer. Je kan niet alleen uit huis, want je komt niet meer terug. Het gaat allemaal niet zo goed met boodschappen doen, jezelf aankleden, wassen, gewoon huishoudelijke taken. Dat lukt niet meer. Ook gaat het eten soms niet meer goed. Mensen lusten lekker eten ineens niet meer. Slapen kan ook moeilijk worden. Mensen kunnen in de nacht wakker zijn. Ze halen dag en nacht door elkaar. Telefoongesprekken, ja, dat wordt ook moeilijk. Mensen kunnen dat niet meer hanteren. Mensen met dementie, die hebben het heel erg zwaar in coronatijden. 1 ding blijft altijd, ze willen graag lieve mensen ontmoeten. Voor iemand zorgen met dementie in coronatijden is ook heel erg moeilijk. Maar al is het moeilijk, de mensen zorgen toch door en dat is best heel knap. Van mensen die zorgen, hebben we ook veel geleerd. We weten nu dat het helpt om leuke dingen te doen. Je kunt naar buiten gaan. Buiten zijn is goed voor je. Ook als er corona is, kun je veilig naar buiten. Door te wandelen of in de rolstoel buiten te zijn, voel je je beter als je dementie hebt. Ook gezond eten helpt tegen dementie. Het helpt om je hersenen actief te houden. Dat doe je door mensen te zien en te doen wat je vroeger ook deed. Zoals in de tuin werken of door muziek te luisteren of te zingen. 3 dingen zijn heel belangrijk voor de mensen met dementie en voor de mantelzorgers. 1 is heel belangrijk: contact houden. Samen praten, erover praten met vrienden, met buren, familie. En ook zorgen dat ze bezoek komt die ook meepraten. Met elkaar praten is een heel, heel belangrijk iets. En je bent niet alleen, zeker niet. Er zijn zoveel lotgenoten waar je steun aan elkaar kunt vinden. Ten tweede, probeer uit te zoeken wat werkt. Mensen die moeite hebben met telefoneren, dan kun je dus helpen met videobellen, dat ze toch contact met andere mensen hebben. En bovendien met deze coronatijd is dat een uitstekend item, omdat je geen mensen meer mocht ontvangen. En juist dat is zo belangrijk, dat het contact tussen de mensen met dementie en de omgeving blijft bestaan. Advies nummer 3. Soms heb je ook hulp nodig en die kun je ook krijgen. Bijvoorbeeld met een case manager en de huisarts. Die mensen die kennen de patiënten en die weten ook als het slechter gaat dat ze in kunnen grijpen. Ook bestaat de dagbesteding voor mensen met dementie. Maak een afspraak, ga kijken hoe het daar gaat of ze zich daar thuis voelen. Bezoek bijvoorbeeld ook eens een Alzheimer café samen met familie. Dat is ook heel laagdrempelig en het is ontzettend leuk. Ik spreek uit ervaring. En ik hoop dat deze adviezen u zullen helpen en steun te zoeken bij elkaar. Want je bent niet alleen. Er zijn vele lotgenoten, daar kun je dus echt steun bij zoeken. Dankjewel.